Ik heb maar liefst vier dagen lang moeten zoeken, maar ik heb ze eindelijk gevonden: de nieuwe bullet journals van de Action: de Black Edition. Deze bullet journals hebben dus geen wit papier erin zitten, maar zwart papier. Werk op zwart papier is de laatste aantal jaren steeds populairder aan het worden. Een trend waar ik ook heel graag aan meewerken. zoals jullie weten werk ik heel graag op verschillende zwarte ondergronden met verschillende materialen die daarvoor geschikt zijn. En het leuke van die trend is dus ook dat er steeds meer bullet journals van verschillende merken op de markt komen met zwart papier. Denk aan Archer en Olive, volgens mij waren hun de eerste. Dan heb je nog Scribbles That Matter, Muscreatief. Creatief en ze zijn er nog wel een paar. En ik vind dus ook onwijs tof dat de Action dit keer ook meegaat met deze trend. Ik zal ook later in deze video even terugkomen op de verschillen tussen al die zwarte bullet journals van al die verschillende merken. Deze journals bij de Action kosten €1,99 per stuk en zijn dus te krijgen in vier verschillende soorten. En dit is denk ik de eerste keer voor mij, maar ik vind het echt lastig om te kiezen tussen deze vier. Ik vind ze oprecht alle vier heel erg tof. Ten eerste hebben we dus een zwarte met een goud motief. Dan hebben we een oud roze met een roze gold motief. Vervolgens hebben we een wijnrode kleur met een goud motief. En tenslotte mijn favoriet een donkerblauwe met een zilver motief. Deze boekjes hebben een harde kaft. En ze hebben een nepleren look. Persoonlijk mijn meest favoriete kraft. Die er is. Dus dat vind ik echt heel erg cool. En het leuke is, is dat het motief die erop zit. Er een beetje in gedrukt is. Dus je voelt ook een beetje relief. En daar hou ik persoonlijk heel erg van. Dat het een beetje veel heeft. Het enige wat ik een beetje jammer vind, is dat het motief niet doorloopt. Dus hij stopt ook echt abrupt. Dus hij loopt helemaal niet door. En dat had ik wel heel erg tof gevonden. Als dat gewoon helemaal zou doorlopen. Het papier in deze boekjes is 90 gram. Dat is vrij standaard voor bullet journals van de Action. En we gaan zo meteen ook nog met een pen test kijken welke materialen we hier het beste in kunnen gebruiken. Deze boekjes hebben 96 pagina's. Dat is iets minder dan gemiddeld in een bullet journal te vinden is, maar dat vind ik persoonlijk niet zo heel erg. Ik ben bijvoorbeeld iemand die heel erg veel plakt in mijn bullet journal en dan vind ik het juist fijn als de boekjes wat dunner zijn. Anders kan ik op de laatste pagina's gewoon niet meer werken omdat ze echt veel te dik zijn geworden. De boekjes hebben een elastiek eraan zitten. Deze zit vast met van die ijzerringetjes. ringetjes. Dat is vaak ook heel erg stevig en hij blijft goed zitten. Verder zit er nog een penloop aan vast. Nou, ik trek vrij hard en hij blijft zitten. Dus dat is ook gewoon een goed teken. En ieder boekje heeft twee boekenleggers in twee verschillende kleuren. De rode versie heeft een rood leentje en een zwart leentje. De blauwe versie heeft een blauw leentje en een zwart leentje. De oud-roze versie heeft een roze leentje en een zwart leentje. En de gouden, die heeft een wit leentje met een zwart leentje. Dat vind ik nou weer jammer. Hadden ze eigenlijk gewoon het beste kunnen kijken misschien voor een geel leentje of meer een goud leentje. Dat was in ieder geval de basisinformatie over de boekjes. En dan gaan we nu de boekjes openmaken en de papieren testen met verschillende materialen. heb ik diverse producten erbij gepakt die we zo gaan testen ze hebben we wat basismaterialen zoals de Sakura Jelly Roll Moonlight pennen we hebben Posca stiften de stressoxide van Ranger gouache acrylverf en aquarelverf die speciaal is voor op zwart papier en we hebben nog shimmer spray ik heb bewust zoveel mogelijk verschillende materialen gekozen die werken op zwart papier. Niet alleen voor gewoon te bullet journalen, maar ik vind het zwarte papier ook heel erg tof om te gebruiken voor mixed media. Maar voordat we het papier gaan testen, gaan we eerst het boekje openmaken en kijken wat daar allemaal in zit. Dus moeten we plaats maken. Dan gaan we hem eens openmaken en kijken hoe hij er van binnenuit uitziet. Haal het elastiek eraf. Deze papieren band trouwens, daar staat ook de key op. En achterop heb je ook de key-tabel staan. Die wordt heel vaak gebruikt voor inhoudsopgaves te maken. Nou, die halen we er gewoon eventjes af. Want zeg maar zelf, zo is die veel mooier. Aan de eerste pagina zien we ook meteen een instructieboekje voor de Black Paper Edition. En dan vraag ik me af of het ook instructies zijn met voorbeelden, echt voor op zwart papier, of dat ze gewoon algemene voorbeelden erin hebben gedaan. Nou, eens even kijken. Oh, nou, zo te zien hebben ze echt gewoon voorbeelden gemaakt, speciaal voor op zwart papier. Dus dat vind ik wel echt heel erg tof dat ze daar ook gewoon rekening mee hebben gehouden. Zoals altijd staan hier een hele hoop voorbeelden in. Nou, voor mij als oude rot maakt dat niet zo heel erg veel uit, maar vooral voor mensen die dit nog niet eerder hebben gedaan of misschien ook helemaal niet thuis zijn met zwart papier, is dit instructieboekje wel heel erg fijn. Nou, vervolgens gaan we hem openmaken. Oké, okay, dit heb je vaak bij diverse boekjes. Het heeft te maken met het binden. En dat is dus dat de eerste pagina altijd helemaal zit verlijnd met de eerste omslag. Dus die sla ik altijd even over. En dan gaan we gewoon zo beginnen. Ik moet zeggen dat hij echt heel netjes open ligt. Ik zal het ook eventjes hier ergens in het midden open leggen. Ja, dat, dat hebben ze dit keer heel erg goed gedaan. Hij blijft heel erg mooi. Open dat is altijd heel erg fijn. Als je kijkt naar de stipjes, ze zijn wel heel erg aanwezig. Ik vind ze vrij licht. Ik zal even vergelijken met de Archer en Olive hoe dat er precies uitziet. Dus ja, je ziet er wel wat verschil tussen. Het grootste verschil is dat de dots in dit boekje een stuk dikker zijn. En daardoor lijken het ook meer of grotere vakjes. Maar eigenlijk is het hetzelfde. Dus dat is wel heel erg apart. De dots die ik hier allemaal zie zijn wel recht. Dat is wel heel fijn. En je hebt geen grote banden aan de zijkanten. Dat heb je ook bij sommige merken. En hierbij lopen de dots gewoon helemaal door. Dat is wel heel fijn. Maar ik zal even bladeren om te kijken of het bij alle pagina's hetzelfde is. Nee, ik zie dus wel een heel duidelijk verschil tussen de pagina's. Dus de dots zijn eigenlijk per pagina wel anders op iets andere plekken. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dat het papier niet heel mooi is uitgelijnd. En bij de ene pagina is het wel recht, en bij de andere is het niet recht. Dus dat is wel jammer, maar aan de andere kant ook begrijpelijk, want ze kosten maar 1,99 euro. De leentjes die zitten zo te zien vast in de kaft. dus dat is heel fijn, maar je merkt wel dat die hier al heel gauw los schiet. Dus daar moet je wel wat voorzichtiger mee doen. En dat betekent dus dat het papier niet heel goed is gebonden uh, met de lijf. Dus dat is wel iets waar je een beetje rekening mee moet houden. Niet dat die opeens aan elkaar gaat vallen. Want dat kan dus wel heel makkelijk gebeuren met vrij weinig kracht. Gaan we nog even kijken wat er achterin zit. Ah oh, nee, er is geen envelop of dergelijke. Dat vind ik wel altijd een beetje jammer. Hij zit er door de verpakking. De ringen een beetje door zijn gedrukt. En dat zie je ook op een paar pagina's nog als je gaat doorbladeren. En pas vanaf dit gedeelte, dus het zijn best wel wat pagina's, zie je de ring helemaal niet meer op het papier. Dus je hebt toch nog een stuk of na nou, net geen tien pagina's die een beetje, ja, een beetje ingeduwd zijn van die ringen. De penloop zit stevig vast. Het enige waar je wel een beetje op moet letten is ook weer hier dat het niet heel erg mooi gelijmd is. Dus koop jij zo eentje en zie je dat het los is, dan raad ik je aan om er gewoon iets extra lijm bij te doen. Dat het des te steviger vast zit. Dat van die ringen in het papier en die puntjes zitten met niet helemaal lekker. Dus ik wil toch eventjes kijken of de andere boekjes dat ook hetzelfde probleem hebben. Dus eventjes gaan checken. checken. De ring aan deze kant is natuurlijk vrij logisch. Je ziet ze hier ook. Eens even kijken. Ja, het drukt wel door, maar ik heb het gevoel dat het bij dit boekje wat minder pagina's zijn. En dan zal ik nog eventjes de dots checken. Nee, dat is dus hetzelfde als het blauwe boekje. Dus de dots verschillen echt per pagina. Ze zijn dus niet helemaal uitgelijnd dat het op iedere pagina hetzelfde is. Dan check ik ook meteen eventjes de kwaliteit van de lintjes in dit boekje. Ja. Hij zit wel iets steviger vast, maar je merkt wel dat je deze boekjes met een wat lievere manier mee om moet gaan. Ik heb het meteen nog even getest in de andere twee boekjes van die ringen, de lintjes en de dotten en papier. En zo te zien is het echt hetzelfde. Dus het ligt niet alleen maar aan deze twee boekjes. En waarschijnlijk is de kans groot dat je, als jij dit boekje zou kopen, je tegen dezelfde dingen aan zou kunnen lopen. Maar goed, daarom betaal je ook. 1,99 euro in plaats van bijvoorbeeld 20, 30 of 40 euro. En dan zal ik nu een pentest doen van alle verschillende materialen. Uh. Ik denk, als ik een beetje kijk naar hoe het papier is opgedroogd en dergelijke, dat we heel veel hebben geleerd. Nou, we hebben nu wel gezien dat Posca verfstiften doen het hartstikke goed. Maakt ook niet heel snel papier stuk trouwens. Het gebeurt wel eens als je heel goedkoop papier gebruikt of heel broos papier, dan kunnen de stiften het papier stuk maken. Was dit keer niet het geval. De Sakura General Padder doet ook hartstikke goed. En acrylverf doet het eigenlijk ook hartstikke goed. Ik was heel erg positief verbaasd over de Distress Oxide. Ook dit is fantastisch. Werkte prima. Helemaal geen moeite mee gehad. Dus stempelen en zo. En dit soort grotere dingen maken op pagina's. Kan ook hartstikke goed gaan. Maar vanaf dan komen we een beetje in de probleemzone. Ik merkte het al een beetje met de gouache. Dat het papier al een beetje moeite kreeg. Nou, met de aquarelverf werd het echt. Heel erg lastig. Dat zie je ook heel goed aan de achterkant en zelfs nog de pagina eronder. En met de spray, ja die is eigenlijk ook heel erg nat. Ook die was heel duidelijk dat qua opdrogen, dat het papier gewoon echt, ja, het verkreukt, het vervormt. Daar zit gewoon niet stevig genoeg voor. De penthes is niet wel gegaan zoals ik een beetje had verwacht. En eigenlijk deed alles het gewoon heel erg goed. Maar zodra je een medium gebruikt die wat natter is of die water nodig heeft, ja. Dan is 90 grams papier gewoon veel te dun. Even een kleine vergelijking met andere merken. Hier zie je een vergelijking van de vier verschillende bullet journals met zwart papier die ik ken en die ik heb gevonden. Als je goed kijkt zie je dat het grootste verschil tussen die van de Action en de drie andere merken echt het papierkwaliteit is en de afwerking van de boekjes. Want hoe hoger de prijs, hoe beter het over het algemeen is afgewerkt. Verder zijn er nog wat kleine verschillen tussen de boekjes. Zo hebben sommige wel een elastiek en andere niet, en hebben ze ook niet allemaal een penloop. Dus wat is mijn conclusie? Ik denk dat deze boekjes, zoals heel veel boeiendes van de action, heel erg leuk zijn voor beginners of mensen die gewoon een beetje willen experimenteren met een zwart papier met dots, zonder daar altijd hun geld voor in te leggen. En dat begrijp ik. Ben je nu iemand die zeker weet dat je een zwarte bullet journal wilt en deze ook echt daadwerkelijk daarvoor wilt gaan gebruiken. Dan moet je bij jezelf gewoon goed nagaan welke materialen je wilt gebruiken in het boekje. Zijn het gewoon materialen zoals nou, de gelpen, verfstiften, acrylverf en bijvoorbeeld de stressoxide. Dan is dit boekje ook gewoon hartstikke prima. Maar werk jij met wat nattere mediums of wil je gewoon kwalitatief op wat luxe boekje waar alles net wat beter in is gemaakt en de dots ook gewoon gelijk lopen. Dan raad ik je aan om een van de andere merken aan te schaffen. Maar verder denk ik dat dit boekje voor 1,99 absoluut geen miskop is. En dat het ook een hele leuke aanvulling kan zijn. Al is het gewoon als oefenboekje om ernaast te hebben. Of gewoon een vrij lelijk schetsboekje om lekker vrij in te kunnen werken zonder al te kritisch te zijn op jezelf. Want ook dat hebben we af en toe nodig. Dat was in ieder geval de video van deze week. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk? Vergeet natuurlijk niet om de video een like te geven. Abonneer je als je het eerder hebt gedaan. En dan zie ik jullie graag volgende week terug in een nieuwe video. Waarin ik deze trui onder andere maak. Heel erg bedankt voor het kijken en tot ziens!